Herma de Best. Wij zijn hier begonnen samen. En we wisten niet waar het naartoe zou gaan. We hadden helemaal niet, we hadden wel een plan en we hadden ook wel een opdracht. Maar of het ons allemaal ging lukken, dat was heel spannend. Maar tijdens vergaderingen, we kenden elkaar nog niet, voelden we wel al een mystieke klik. We hadden al zoiets van, hey, dat gaat misschien wel lukken. Twee van die creatieve breinen bij elkaar. En we zijn allebei wel goed gebekt. Dus we hebben ons wel een weg hier en daar moeten praten. En we hebben uiteindelijk de handen in elkaar geslagen. Jij met de zalen verhuurde, ik met de galerie. En we zijn uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, tot dit gekomen. Er heerst rust in het Van Limmickhof. De zalen zijn verlaten, trappen zonder lopers, de koffie zonder drinkers. De gangen lang en leeg. Sirenerust is koningin, de stilte is haar koning. Maar dan slaat de deur open en zie, daar gaat een kleine wervelwind. Razelt door de gangen, het kwettert van links naar rechts, springt van hak op tak. Tralalala, tralalala, jeez, zei de keizerzaal in. Keizerzaal uit, Amstelzaal in, Amstelzaal uit. Binnendoor, tussendoor, tuinzaal door, gaat maar door, 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 van achter naar voor. Jij hier, jij daar, jij zus, jij zo, kijk uit, zie daar, geef hier, neem daar, pas op, loop door. Er heerst weer rust in het Van Limmickhof. De zalen zijn verlaten. Trappen zonder lopers, de koffie zonder drinkers, de gangen lang en leeg. Serene rust is de koningin, de stilte is haar koning. Maar dan gaat weer die deur open en zie, daar gaat zij weer, die kleine wervelwind. Weer razelt door de gangen en het kwettert weer van links naar rechts, springt van hak op tak. Tralalala, tralalala, jee, zij weer de keizerzaal in, keizerzaal uit, Amstelzaal in, Amstelzaal uit. Binnendoor, tussendoor, tuinzaal door, gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Van achter naar voor, jij hier, jij daar, jij zus, jij zo, kijk uit, zie daar. Geef hier, neem daar, pas op, loop door. Er heerst weer rust in het Van Limmickhof. Aan tafel zit de kleine wervelwind, genietend van haar witte wijn. De klanten waren zeer tevreden. Zij is hier kind aan huis, altijd groots aanwezig. Ze mag er van ons zijn. Zo is het, zo was het, zo is het altijd hier geweest. Maar de tijdgeest beslist echter anders. Onze wervelwind moet verder waaien en gaat genieten van het vrije levensfeest. Oh jee. Volgende diploma wordt er. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Volgende diploma. Je kan dan een hele mooie diploma zeggen. Maar als maîtresse van me. Dit kan je nog niet. Dus gaan we hier nu leren. Oh god, alleen. Wat moet ik nou leren? Ik ga even vertellen. Ze gaat een fles sabreren. Napoleon heeft het voor het eerst gedaan. Het is levensgevaarlijk, maar ze is goed verzekerd, dus ik ga het wel hebben. En dit is eigenlijk een opening, maar ja, bij alle einde hoort ook weer een nieuw begin. En dat is wat dit... Wat word ik verwacht te doen? Okay. Met je rechts of links? Rechts. Okay. Hou je met je linkerhand vast. Ja. Je houdt hem altijd van onderen vast. Dus 3,5 bar druk op zo'n fles. Ja. Want je doet langs de laatste naad, hier zie je. Dit punt moet je raken met de sabel. Ja, het is zo vast. We moeten het heel zachtjes vertellen, anders weten jullie al een geheim. Je glijdt met de zaal hier overheen en je strekt je armen in een snelle, soepele beweging. En wat gebeurt er? Goed spannend. Ja? Van je af? Nee, nee. Moet ik doen? Helemaal naar achteren op ontspannen. Helemaal achter je arm strekken. Arm strekken. Ja, oh, wat moet dat? Langzaam of snel? Snelle soepele beweging. Snelle soepele beweging. Heerlijk diploma! Weer een certificaat erbij. Ja. Wat je al niet kunt leren in korte tijd. Nou, ik heb inderdaad in mijn werkzame leven altijd naast mijn werk erbij gestudeerd, moet ik zeggen. Ik heb altijd overal cursussen gevolgd. Of het nou toevallig een bedrijf van pas kwam, het maakt niet uit. En dat miste ik wel een beetje de laatste jaren. Dus ik ga me ook weer op wat talen en andere studies storten. Met kunst en cultuur. Dus ja, dat wordt nog wel bij mij. Rood, Herma. Heel plezier. Herma, heel fijne jaren.
ja, te goed zien. Ik weet zeker dat het gaat lukken, maar mij lukt het ook. Nou, Herma is een hele artistieke, beetje buitennissige vrouw die buiten de lijntjes kleurt. Je moet luisteren. Oh. Ja. Ik waardeer zo in haar dat ze niet zich neerlegt bij het bestaande en bij het geraniumachtige. Ze zal nooit volgens mij achter de geraniums gaan zitten. Ze zal altijd een flamboyant mens blijven. Nou, daar heb je die pot terug, hè? Ja, absoluut. En ze houdt van koken, dus ik hoop dat ze ons allemaal binnenkort uitnodigt. Nou, proost Herma, en ik hoop dat je heel veel leuke dingen gaat doen met je museumbezoek en je reis naar Spanje. En je weet ooit ook met het telen van geraniums. Een goede tijd gewenst. Eelco Dame, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan. Herma, ja, het is wel een heel bijzonder moment om daar afscheid van jou te gaan nemen. Het is vooral ook een bijzonder moment omdat het een keerpunt is van de experimentele fase van wat we hier allemaal ontwikkeld hebben naar de consolidatie. En het is altijd heel mooi als zo'n keerpunt mogelijk is. Want de dingen kunnen lukken, maar ze kunnen ook mislukken. Nou, ze zijn niet mislukt. Laten we daarmee beginnen. We hebben een prachtige uitnodiging gekregen waar jij jouw verwoording van jouw afscheid in weergeeft en Yvonne aangeeft hoe zij daar tegenaan kijkt. En dat maakt eigenlijk heel mooi duidelijk dat dat ook inderdaad een keerpunt is van fase 1, de eerste 3,5 jaar hier, naar de volgende fase. En nou ja, ik zie Paul net ook binnenkomen, een fase die toch heel erg lang gaat duren. Ik wil toch graag ook iets zeggen bij jouw afscheid. En dan is de traditie bij ons wel dat we dan altijd even het dossier lichten. En dat gaat dan als volgt. Dan gaat er iemand bij onze directie P&O, die gaat in de archieven. Nu tegenwoordig geloof ik in de kelder van het havengebouw. Die gaat dan zoeken bij de B van de Best. En digitaal. Komt er iets naar voren, hè? En dan krijg ik dat op het laatste moment in mijn vingers geduwd. En dat is dit, hè? Dus ik heb het dossier meegenomen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er net natuurlijk nog weer even in gekeken. En ik vond het toch wel heel bijzonder. Want ik ken jou vanaf 2005, 2006. En toen had ik al het beeld dat jij al ongeveer jouw hele leven voor de rechtsvoorgangers van Cordaan had gewerkt. Wat niet zo was. Nee. Dat was dan eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Maar ik dacht, nou Herma, die doet dit al. Hè? Nou, wat zou ik zeggen, jaar 20, 25, 30. Dat was ongeveer mijn inschatting. Ik heb even in het dossier gekeken. Dan krijg je natuurlijk ook een paar aantekeningen van iemand van de directie P&O mee. Die zegt, oh, er valt eigenlijk van alles op in dat dossier. En wat valt er nou op in dat dossier? Nou, dat valt in ieder geval op dat er een hele uitgebreide en hele mooie sollicitatiebrief van jou in zat, in dat dossier. En dat is een brief van 2002. Moet ik even kijken, want zeker dat ik het goed zeg. 2002, een hele mooie brief waarin je aangeeft wat jou aantrekt in het communicatievak. En dat was destijds ten behoeve van de communicatiefunctie bij de Amstelhof. Je hebt een prachtige brief geschreven, daar ga ik helemaal niet op in. Maar vervolgens viel er nog een paar dingen in het dossier op. Wat viel namelijk op, dat er eigenlijk geen enkel beoordelingsformulier in zat.